Kantoorcollega's op de trein, willen ze dat wel? Uitleg over de prijs van een treinkaartje en de eerste werkdag van mijn nieuwe baas, wij spraken hem. Dit is NS Weekly. Hoi, leuk dat je weer kijkt naar NS Weekly. Zoals je misschien wel weet is er een groot personeelstekort. We zijn vooral op zoek naar conducteurs. En NS is bezig met plannen om dat tekort op te vullen. En nu is er een plan om kantoorpersoneel tijdelijk in te zetten als conducteur. Maar wat vindt het kantoorpersoneel daar eigenlijk zelf van? Wij vroegen het hen alvast. Het is gewoon duidelijk dat er een tekort is. En als wij een steentje bij kunnen dragen, dan is het sowieso mooi. Het is voor de reiziger heel vervelend dat die treinen niet rijden op het moment. Omdat er geen conducteurs zijn. Dus dan wil ik wel graag helpen. Ja, ik ben wel eens meegegaan met een conducteur. En het is super interessant om te zien hoe zij hun werk doen en wat voor energie zij eruit halen. Het is wel kijken van hoe kunnen we dat überhaupt doen met de baan die we hebben. Maar ja, in beginsel ziet iedereen natuurlijk wel dat er wat aan de hand is. En ik denk ook dat het ons helpt om vanuit het hoofdkantoor vaker ook weer buiten te zijn. Met inzichten die we mee kunnen nemen in ons werk. Er zijn ook andere manieren om personeel te werven. Bijvoorbeeld met de treinsimulator. Morgen is je allerlaatste kans om een ritje in onze simulator te maken. Dat kan je doen op station Lelystad Centrum. En mocht je dat nou zo leuk vinden dat je denkt, ik wil machinist worden, dan kun je je daar ook gelijk aanmelden. Dus morgen in Lelystad Centrum komt allen. En straks in NS Weekly. Waarom wappert dit enge masker boven station Rotterdam Centraal? Maar nu eerst, mijn nieuwe baas Wouter Koolmees. Afgelopen dinsdag was zijn eerste werkdag. En NS Weekly was er natuurlijk bij op zijn eerste werkdag tussen de collega's in het personeelsverblijf. Nou, mijn eerste dag is een hele bijzondere dag, want er is gelijk een kamerdebat over de concessie, hè, dus over de toekomst van de Nederlandse spoorwegen. Dus ik val met mijn neus in de boter. Ik ben gelijk hier in Den Haag met de collega's om bij dat kamerdebat te zijn. Nou, de gesprekken zijn heel verschillend. Sommige gesprekken gaan over echt de zorgen die de NS'ers hebben over de plannen van het kabinet, over de concessie, hè, over het hoofdrailnet en over ook de collega's internationaal zijn hier aanwezig. Ook gesprekken over wat kunnen we doen om de problemen die we nu hebben aan te pakken, op te lossen. Maar ook heel veel interesse in wat zijn onze plannen eigenlijk als directie. Dus ja, heel diverse soorten vragen die worden gesteld aan mij vanmiddag. En we blijven nog even bij Wouter Koolmees, want gelijk op zijn eerste dag stond er een belangrijk debat in de Tweede Kamer op het programma over de concessie voor het hoofdrailnet. En wij vroegen Wouter wat hij nou belangrijk vindt bij het debat. Het belangrijkste discussiepunt is natuurlijk de concessie, de integraliteit van het hoofdrailnet, de internationale verbindingen. En wat ik zelf heel erg belangrijk vind is, kunnen we ook de komende jaren die publieke belangen, die vitale infrastructuur die het Nederlandse spoorwegen toch is, hoe kunnen we die op een goede manier in stand houden? Daar ga ik op letten. Ik ben heel benieuwd wat de inbreng van de Kamer gaat zijn. En Wouter Koolmees was niet de enige die namens NS naar het debat ging. Meer dan 70 collega's zijn in hun vrije tijd naar Den Haag gekomen om het debat te volgen. De nieuwe prijzen voor de treinkaartjes van 2023 zijn bekend. Het zal je waarschijnlijk niet verbazen dat die omhoog gaan. En wij vroegen aan collega Art Buikema, die over de ticketprijzen gaat, hoe dat in elkaar zit. De prijs van het treinkaartje gaat komend jaar met gemiddeld 4,3% omhoog. Dat is niet voor alle kaartjes gelijk. Een deel van de kaartjes stijgt meer. Bijvoorbeeld losse reizen gaan met 5,5% omhoog. Er zijn ook prijzen die niet stijgen. Bijvoorbeeld voor kinderen, de Kids Vrij en Railrunner, die blijven gelijk. En er zijn ook abonnementen, de forense abonnementen, en die gaan juist in prijs omlaag. Die verlagen met ongeveer 2,5%. Door de coronapandemie hebben we natuurlijk gezien dat mensen steeds meer zijn gaan thuiswerken. En daardoor hebben we gezien dat die abonnementen minder goed aansluiten bij het reisgedrag van de reizigers. Dus we vinden het nu ook terecht dat we die abonnementen verlagen, zodat het voor forensen weer aantrekkelijker wordt om met de trein te gaan. Ja, we hebben te maken met een enorm hoge inflatie. En ook NS heeft daar last van. Dus ook onze kosten stijgen heel hard. En de enige manier om te kunnen blijven investeren in onze dienstverlening is door de prijzen helaas ook te moeten verhogen. Om de prijs betaalbaar te houden doen we verschillende dingen. In de eerste plaats hebben we een proeflopen op het traject Den Haag-Eindhoven om kortingstickets aan te bieden op basis van hoe druk de trein is. Dus daar geven we kortingen tot wel 60%. En het tweede wat we doen, daar pleit was NS al langer voor, is dat we graag zouden willen dat de BTW op het treinkaartje wordt afgeschaft. Dan gaan we even kijken naar afgelopen week. Want afgelopen week bestond station Dordrecht en ook het spoor tussen Dordrecht en Rotterdam maar liefst 150 jaar. En dat werd gevierd, want NS in ProRail die deelde deze herdenkingspins uit. Ik heb er zelf ook eentje, is heel mooi. Om te vieren dus dat spoor daar al zo lang bestaat.
En komende week wordt er weer aan het spoor gewerkt, onder andere tussen Arnhem en Zutphen. En vanaf 7 november wordt ook de dienstregeling verder afgeschaald. Check dus voor vertrek goed de reisplanner om te zien wat er voor jou verandert. Dan gaan we naar dit enge masker. Dit gebeurt boven station Rotterdam Centraal. Dit is een vogelverschrikker met een horrormasker. Waarom? Stationsmanager Peter de Jong legt uit wat het is. Wat is dit nou, Peter? Het is een hawkite. Maar dan niet in de vorm van een hawk, maar van een spook. Waarom doe je dit? Eigenlijk de originele idee was om vliegers op te hangen zodat we meeuwen zouden verjagen. En meeuwen zijn langzamerhand niet meer bang voor de roofvogelvliegers die we hebben. Toen kwam een paar komen collega met van joh, misschien schrikken ze hier wel van. Nou, Halloween in onze gedachten, dat leek een mooie combinatie. Dus hopen dat meeuwen hier wel van schrikken. En we zullen zien hoe dat verder gaat. Want waarom is het een probleem? Waarom moeten meeuwen afgeschrikt worden? Ja, meeuwen die maken het dak nogal vies. En die uitwerpselen die zorgen ervoor dat we het dak heel vaak schoon moeten spuiten. En meeuwen maken zichzelf schoon. En als meeuwen zich schoonmaken, dan laten ze veren achter. En die veren die spoelen bepaald mee met het regenwater en het voelt naar de afvoer. En onze afvoerder raken daardoor verstopt. Dus het is wel echt serieus, hè, dit? Het is niet zomaar een grapje. Het is in het kader van Halloween natuurlijk ook leuk, maar het is wel serieus, ja. Want we willen echt wel die meeuwen willen we verjagen. En daarbij zijn we aan het eind gekomen van NS Weekly voor deze week. Volgende week zijn we er gewoon weer. Tot dan. Hoi.